Je bent clubkampioen en dan moet je al meteen met de Europese kampioenschappen meedoen. Dat is heel raar, want je hebt niet van die instaptoernooitjes. Hoe kun je dan ontwikkelen als Paralympische sporter? En dan, judoka's met een visuele beperking vinden dat hun sport meer ondersteuning nodig heeft. Talenten uit heel Nederland komen 1 keer per maand naar Apeldoorn om te trainen. Maar er is meer nodig om de top te bereiken. Probeer goed contact te maken, goed je borst naar de ander toe te brengen. De meeste van deze judoka's zijn blind of zien beperkt. Ze hebben 1 gemeenschappelijke droom. Ja, om aan de Paralympische Spelen mee te doen en te winnen. Wat is daarvoor nodig? Heel veel training en heel veel wedstrijden. Maar juist aan die training en wedstrijden is op dit niveau een gebrek. Je bent clubkampioen en dan moet je al meteen met de Europese kampioenschappen meedoen. Dat is heel raar, want je hebt niet van die instaptoernooitjes. Hoe kun je dan ontwikkelen als Paralympische sporter? Meer geld en vooral bekendheid is nodig. Want maar weinig visueel beperkten weten de judomat te vinden. Terwijl de sport juist voor hen zo geschikt is. Het is een contactsport, dus ik heb mijn ogen er niet per se bij nodig. Dus diegene pakt mij eerst vast in een wedstrijd. En dan pak ik daarna. En dan hebben we in principe allebei vast. Klaar? Houd je mee. De sporters trainen gewoon bij hun lokale club. Eens in de maand komen ze samen in deze talentenklas. De wens is om dit uit te breiden. Voor als je er bent bij de top, dan is er genoeg geld. Maar wil jij daar komen, dan is er nog niet zo genoeg geld. Als je zicht hebt, kan je makkelijker dingen bereiken, omdat je kan zien hoe je het moet doen. Maar ja, voor ons is het lastiger. En als je dan de kans krijgt, is dat wel een cadeautje.